Hey, leuk dat je weer kijkt. Ik ga jullie laten zien hoe ik van nat gewassen haar weer hele mooie krullen krijg. Met alleen producten uit de winkel. Als eerste begin ik met producten van de Kruidvat. Dan ga ik over naar Op is Op accessoires, dat ik ook voor mijn haar gebruik. Het eerste product is een crème. Dit is de Curl Enhancing Smoothie van She Moisture van de lijn Hibiscus. Deze combineer ik samen met de New Weave Gel en dit is de Rock and Hold versie. Deze twee zijn beide Curly Girl vriendelijk. De kam dat ik hierbij ga gebruiken is van de Op is Op. Dit is een neppe versie van de Denman Brush, maar ik vind deze ook prima werken. Hij is volgens mij 3 euro. Verder gebruik ik ook nog een clip en deze clipjes kan je vrijwel overal vinden. En dat is zowel de Kruidvat zoals Op is Op. Daarna heb ik mijn favoriete föhn. Deze heb ik ook van de Kruidvat. Dit is de Babyliss versie. Hij is een beetje oud trouwens. En hij werkt ook super goed. Nog steeds 2 jaar later gebruik ik hem. Anyways, laten we maar meteen beginnen met de video. Als eerste begin ik met het verdelen van mijn haar. En elke keer wanneer ik crème in mijn haar doe, vind ik het fijnst om mijn haar te verdelen. Omdat mijn krullen dan gehydrateerd worden. En vooral met de Wella Gel van New Weave wil je veel crème aanbrengen. Omdat het best wel drogend is. Bij mijn haar tenminste, maar ik ken ook meerdere mensen die daar ook last van hebben. Ik zorg ervoor dat het product overal even goed verdeeld wordt door mijn haren heen. Na het aanbrengen van de Curl Enhancing Smoothie gebruik ik deze kam om het product beter door mijn haar heen te verdelen. En het zorgt ervoor dat mijn krullen veel gedefinieerder eruit gaan zien. Ik heb zelf gemerkt dat deze kam mij veel dikkere krullen geeft. En ja, ik heb zelf een manier ervoor hoe ik het kam. En dat laat ik jullie zo even zien. Eerst kam ik alles naar voren en vervolgens heb ik een manier waar ik de kam draai. Dit heb ik ergens op Instagram geleerd, ik weet niet meer van waar. Maar je draait de kam wanneer je kamt en zo worden je krullen aan elkaar geplakt. En dat zorgt er dus voor dat je veel dikkere krullen krijgt en dat je krullen veel gedefinieerder worden. En deze truc werkt zo goed. En dit is ook een reden waarom ik haast nooit pluizig haar heb. En ja, voor mijn gevoel is dit echt het beste. Dit kan je ook gewoon normaal doen, maar ook gewoon zoals ik het doe. Al het haar naar voren en dan kammen. Na het kammen kneed ik mijn haar totdat de krullen mooi gevormd zijn. En dan ga ik beginnen met het aanbrengen van de gel. Ik vind deze gel persoonlijk heel fijn omdat het heel hard wordt. En de meeste gels worden niet hard in mijn haar, wat ik best wel vervelend vind. Maar als de gel hard wordt, dan krijg je veel gedefinieerde krullen. Wanneer je het uitkneedt, worden je haren ook veel zachter ervan. Deze gel, zoals ik heb gezegd, is een fijne gel. Maar je moet ervoor zorgen dat je voldoende crème in je haar zet voordat je de gel aanbrengt. Omdat het heel drogend is. Dat heb ik bij mezelf gemerkt. Wat je ook kan doen is gewoon minder gel aanbrengen. Dat helpt ook. Maar ik vind heel veel gel natuurlijk het fijnste. Het blijft dan langer goed zitten en ik hoef de volgende dagen, de eerste en tweede, derde dag, verder geen gel meer aan te brengen.
En alweer kneed ik mijn haar van alle kanten supergoed. Soms voeg ik wat gel toe en soms niet. Dat heb ik er niet ingezet, maar dat doe ik wel. Na het kneden föhn ik mijn haar droog met mijn Babyliss haardroger. En ik vind het fijn om het op medium heat te doen. Ik doe niet altijd op koud, wat wel gezonder is. Maar medium heat werkt voor mij beter. En ik vind ook dat de gel er beter op reageert. Met gebruik van hitte wordt het gel dus veel harder dan wanneer je het op koude stand zet. Een goede tip. Zorg ervoor dat je je tijd neemt wanneer je föhnt. Want anders krijg je heel pluizig haar. En wat ik dus doe, ik hou mijn föhn tegen mijn haar voor 10 seconden lang bij elk stuk. En dit doe ik totdat alles goed droog is. Als alles droog is, dan schud ik mijn haar los en ik kneed het ook. Dat laat ik helaas niet zien, maar dat doe ik wel. Ik zorg er dan voor dat al die harde plukjes heel zacht worden. En dit is dus het eindresultaat. Het is helaas het einde van mijn video en ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En ik zie jullie weer in mijn volgende video.